Goedenavond, kijkers. U kijkt naar een uitzending van Politieke Stem op Delta FM. En vanavond niet vanuit de studio in Vroomshoop met als decor de raadzaal, maar vanavond vanuit de raadzaal zelf. En niet met twee fractievoorzitters, maar met zes fractievoorzitters. Oorspronkelijk zouden er zeven fractievoorzitters aanwezig zijn, maar Erik Veldmeijer heeft zich ziek afgemeld en we doen het met de zes fractievoorzitters. Stefan Reusken, Jan Kuilder, Jan Jonker, Marcus Elsinga, Erik Kobus en Gerjan Smelt. Welkom, heren. Als ik jullie zo zie zitten, dan denk ik, en daar betrek ik mijzelf dan ook bij, dat we wel iets aan emancipatie kunnen doen. Toch? De volgende keer moeten in ieder geval één of twee vrouwen op de lijst staan. De commissaris, want daar gaan we het dadelijk over hebben, wees daar ook al een beetje op en gaf aan dat zijn voorkeur misschien wel bij gelijkblijvende competenties uit zou gaan naar een vrouw. Althans, zo heb ik het begrepen. Fijn dat jullie er wilden zijn. We gaan het hebben over de profielschets van onze nieuwe burgemeester. En de kandidaat, er worden er twee voorgesteld door de commissaris, moeten voldoen in principe zo goed mogelijk aan de profielschets. En dat zijn heel veel competenties. De profielschets is erg uitgebreid. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij of zij naast de wettelijke taken ook een deel van de collegeportefeuille uit gaat voeren. En in de profielschets staat als voorbeeld de huidige portefeuille van burgemeester Annelies van der Kolk. En dat zijn algemene bestuurlijke zaken, personeel en organisatie, handhaving en openbare orde en veiligheid. Als je de wettelijke taken eraf haalt, wat blijft er dan nog over van de taken die genoemd zijn in de profielschets? Ik vroeg mij dat af. Jullie kennen de procedure. Als jullie erop willen reageren, druk de knop in en ga je gang. Of moet ik mensen aanspreken om een vraag te beantwoorden? Nou ja, Gerjan, wil jij daarop reageren? Ja, misschien voor de orde, misschien handig als het dingen zijn die de profielschets aangaat, kan iedereen het beantwoorden uiteraard. Dingen die gaan over de procedure. Misschien zou je die vragen dan vanwege het voorzitterschap van de commissie aan mij willen vragen. En voor de rest is de regie volledig wat mij betreft bij de interviewer in dit geval. Op deze vraag antwoord gevend. Kijk, het is te doen gebruik dat de burgemeester een apolitieke portefeuille heeft. En apolitiek wil zeggen onderdelen die onderdeel uitmaken van het collegeprogramma. Zitten bij de vakwethouders en datgene wat zich behoort, de algemene zaken, zitten bij definitie bij de burgemeester. En daar hebben wij ook voor gekozen en dat ook bewust in de profielschets neergezet. Want ik kan me herinneren dat bij de herindeling van deze gemeente ik met de toenmalige burgemeester Koetje in gesprek kwam en dat hij zei, ja, u moet mij de fruitman niet helemaal leeg eten, want ik moet nog wel wat te doen hebben. Nou, om te borgen dat een burgemeester ten alle tijde taken in zijn pakket heeft, hebben wij er in Twenteland een aantal jaren geleden voor gekozen dat dit de basis is van de profilering. Het college onderling kan natuurlijk best afstemmen dat een onderdeel beter bij de persoon, de nieuwe burgemeester, past vanwege netwerk of andere instanties waar hij uitkomt en zegt, nou, ik denk dat het goed is dat u dat doet. En daar spreekt het college over en brengt het naar de raad, zeker fractievoorzitters, dan wel naar de college. Of naar de coalitie. Dus ik denk dat dat in de basis niet vreemd is wat de vertrouwenscommissie hier doet. En voor de nieuwe burgemeester weet hij of zij ook waar, of zij of hij ook waar hij of zij aan toe is. Oké. Dank u wel voor dat antwoord, Gerjan. Zijn er nog mensen die daarop willen reageren, meneer Kuilder? Jan? Ja, ik ben nog steeds Jan. Ja. Nou, even op je eerste onderwerp terugkomen van vrolijke. Ik zal in ieder geval bij Rieke er niet meer zitten. Dus ik stel mijn plek straks beschikbaar voor een vrouw. Dus even terzijde. Ga je solliciteren dan? Als burgemeester? Ah, wie weet. Geheimhouding, hè? We hebben helemaal geheimhouding. Dus oh ja, oké. Ik kan die laatste niet vertellen.
Maar nee, mijn aanvulling daarop, kijk, de burgemeester moet natuurlijk gewoon een stuk onafhankelijk kunnen zijn. Ja? Hij zit er voor de hele inwoners en voor de hele raad en niet alleen voor de coalitie. Want die coalitie kan over 3 jaar ook heel anders zijn. Dus ik bedoel, de stukje onafhankelijkheid is met name ook geborgd in de portefeuilles die hij of zij heeft. En dat is een bewuste keuze toen altijd al geweest. Ja? Ja. Maar we hebben het verleden, want Gerrit had een voormalige burgemeester die wel politieke onderwerpen hadden. Nou, dat strookte niet altijd met hetgene wat we graag zouden willen. De burgemeester wordt vervangen, dat is duidelijk, we krijgen een nieuwe. Maar de top binnen de ambtelijke organisatie en ook de gemeentesecretaris blijft zitten. Dat is nu eenmaal gebruikelijk in Nederland. En dan is al gauw het bruggetje geslagen naar het kiezen van een burgemeester door de inwoners. En heel vaak zie je als er een burgemeester gekozen wordt, dat dan ook de top van de ambtelijke organisatie veranderd wordt. Want die burgemeester benoemt dan heel vaak zijn eigen mensen op die punten. Is dat wat jullie, wat jullie betreft volledig niet aan de orde? Of denken jullie dat dat in de toekomst eigenlijk niet te voorkomen is? En geef het maar een keer. Wie? Marcus? Ja, kijk, uiteindelijk moet de burgemeester wel samenwerken met de directeur van de organisatie, want dat is de gemeentesecretaris en die gaat over alle ambtenaren. Dat is geen doel op zich. Kijk, er zijn de afgelopen maanden, anderhalf jaar, 2 jaar al in de top ook wijzigingen al geweest. Mensen zien dat niet, maar mensen gaan solliciteren naar een andere baan. Dus op zich is er al heel veel gebeurd, wat je aan de buitenkant niet ziet. Maar het moet geen doel op zich zijn. Maar de burgemeester moet natuurlijk wel goed overweg kunnen met de gemeentesecretaris. Dus de gemeentesecretaris wil natuurlijk ook goed samenwerken met de burgemeester. En hoe dat dan gaat in de praktijk, dat is natuurlijk een beetje aan hun. Want als raad zien wij dat allemaal eigenlijk niet. Nee. Ja. Met het kiezen van die burgemeester moet je kijken of die bij het ambtelijk apparaat past. Hè? Kijk, als je iemand kiest die totaal andere visie en andere ideeën heeft met het complete, dus niet alleen de directeur, maar in zijn algemeenheid, ja, dan moet je natuurlijk wel goed nadenken waar je aan begint. Want dan op voorhand, want dan als je dat gaat doen, dan geef je gelijk al een bevel van onvermogen aan de huidige directie. Ja, nee, dat begrijp ik, dat dat gevoelig ligt. Maar nu wordt de top van de organisatie eigenlijk niet betrokken bij de keuze van een burgemeester. Nou, maar dat is niet Chris. Nee, oké. Ik heb net in mijn inleiding, toen de profielschets aangeboden werd, aangegeven hoe de samenstelling is van de vertrouwenscommissie in oprichten en ook de vertrouwenscommissie. En daarbij heb ik 2 personen expliciet genoemd. Dat is een adviseur uit het college, de eerste loco, de heer Mark Paters. En ik heb genoemd de heer Haart en Brinken, en dat is de directeur van de organisatie, en is tevens adviseur aan de vertrouwenscommissie. Geen stemrecht, wel adviseur. Nee, dat bedoel ik. En daarmee borgen wij in dat opzicht ook, en ik vind het mooi dat de heer Kelder ook zegt, ze moeten wel samenwerken. Ja. Ook, bij wijze van spreken zouden ze aan elkaar kunnen voelen, en met name in dit geval de heer Ten Brinken zou kunnen voelen van, is dit een karakter, een persoon waarmee ik in ieder geval vertrouwen hebben om samenwerken. Dus er ligt wel een twee verantwoordelijkheden. Het is onze verantwoordelijkheid om de beste kandidaat te selecteren, maar ons ook heel goed te laten informeren van wat ziet een gemeentesecretaris en wat ziet een collegelid in deze kandidaat. Nou ja, het is goed in ieder geval dat het meegenomen wordt. Want die portefeuille van de burgemeester, zoals ik hem lees, is ook personeel en organisatie. Dus dat er samengewerkt moet worden met de ambtelijke organisatie. En dat dat op een goede en een juiste wijze moet gebeuren, is evident. Dat is ook niet voor niks dat zo staat. Want een gemeentesecretaris die directeur is van de organisatie, die kan zich in de raad nooit verantwoorden, politiek. Dus dat moet de burgemeester op dat moment voor hem of haar doen in de raad. En daarom zit die koppeling daar zo expliciet. Oké. Okay. Je hebt natuurlijk ook een groot verschil met de ambtenaren zijn uitvoerenden. Hè? Er zijn geen politieke mensen. Het is niet zoals in Amerika waarbij Trump als een zijn mannetjes kan plaatsen. Dat werkt hier natuurlijk anders. En natuurlijk moet er een klik zijn tussen de top en het politieke bestuur. Maar in Nederland is de ambtenaar niet politiek. Dus dat moet je toch anders zien, denk ik. Het is een loyale bestuur. Ja. Oké, duidelijk. Ja, wat ik even wil aanvullen, Chris, is, want het werd een beetje gezegd net of dan de burgemeester niet zoveel te doen heeft, hè, qua portefeuille.
En volgens mij hebben wij als vertrouwenscommissie heel duidelijk gezegd ook van, we willen dat die, de inwoners die staan voorop en de ondernemers. Dat vinden wij gewoon, want dat straalt er ook uit, dat merk je ook aan de vragen van de commissaris van de Koning, dat wij dat heel belangrijk vinden, dat heeft u ook doorgevraagd. Ja. Dus wat ons betreft, ga ook dat huis uit en ga naar die mensen toe en die ondernemers toe. Ja, het gaat niet om, om het aantal portefeuilles, maar het gaat om de invulling van de portefeuilles. Goed. Er wordt in de profielschets aangegeven in welke omgeving de nieuwe burgemeester komt te werken. En over het politieke klimaat, en daar kan ik met jullie best over praten hier aan tafel, lees ik het volgende. Twenterand kende in de afgelopen collegeperiode een roerig politiek klimaat. Nochtans lijkt het politiek klimaat sedert het aantreden van de waarnemend burgemeester... burgemeester en sedert de laatste verkiezingen in een wat rustiger vaarwater te zijn gekomen. Ik citeer letterlijk uit de profielschets. Als de eerste raadsdebatten na het zomerreces op 10 september jongstleden als referentiekader worden gebruikt, ja, dan weet ik niet hoe men daar tegenaan kijkt. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? Is het in een rustige vaarwater gekomen? Ja, ik wil erop reageren. Kijk, als je één debat pakt om inderdaad het gelijk al de tendensen anders te zijn. We hebben bewust gekozen om te zeggen van inderdaad, er is een stuk rust, het is een andere situatie. Ja, we zijn er zelf voorbij om inderdaad dat niveau te blijven houden. Ja, en er zullen best wel eens keer debatten zijn die misschien iets verder uit elkaar komen dan anders. Maar ik bedoel, ja, ik denk dat op zich de sfeer onderling wel eens minder is geweest. Aanvullend op wat Jan net zegt. Als je kijkt zoals het nu in de profielschets gaat, vergelijk je de vorige periode met de huidige periode. En ik ben het met Jan eens, dat kun je niet reflecteren aan één raadsdebat waar het inderdaad scherp, misschien wel af en toe over het randje heen, gedebatteerd is met elkaar. Dat kun je niet als referentie gebruiken. Ik heb de vorige periode ook voor een deel meegemaakt. Ik maak deze periode nu mee. Ik durf te stellen dat wij met elkaar in onderlinge goede verhoudingen, zowel in het presidium als ook in de raad, met elkaar het debat aangaan, het gesprek aangaan. En als er wat is, dan zeg je dat tegen elkaar op de plek waar het thuis hoort. En dat is volgens mij kenmerkend voor hoe we nu met elkaar omgaan. En ja, daar kan af en toe eens een debat tussen zitten waar het eens een keer niet loopt zoals je dat misschien zou willen. Maar dat is eerder uitzondering dan regel, in de afgelopen anderhalf jaar. Dus ik denk dat het een goede weergave is van hoe het nu hier gaat. En ik ben blij ook dat het wat rustiger is. En dat we het hebben over de inhoud en niet over de mannetjes en de vrouwtjes. Okay. Even de aanvulling. Ik bedoel, dat we het niet altijd eens zijn, dat mag ook helder zijn. Bij verschillende partijen. Ik bedoel. Ja. En dat we soms een scherp debat voeren, is denk ik ook niet verkeerd. Ja, we hebben bewust een aantal jaren geleden gezegd, ook de opstelling van de raad is al anders geworden, om juist de debatten anders te gaan voeren. En ik denk dat we daar nog wel een winst te maken hebben. Ja, valt dat wat jou betreft, Jan, ook, valt daaronder ook soms de interactie via de sociale media onder? Ja, ik denk als je in de raad zit, dan in ieder geval tijdens de raadsdebatten, dat je in ieder geval hier de vergadering doet. Nee, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het nu dat de debatten op sommige momenten doorgezet worden en gevoerd worden via de sociale media. En dan kijk ik niemand specifiek aan, maar het wordt wel gedaan. Ik denk dat ik nu niet snap wat ik bedoel, maar dat zal mij hier ook kunnen denken. Nou ja, ik denk dat er mensen zijn die wel snappen wat ik bedoel. Maar ik wil hier best wel iets over zeggen, buiten dat het over de profielschets gaat. Maar het is helemaal niet erg, want daar kunnen alle mensen ook gewoon meekijken en meelezen die het willen volgen. Dus dat is helemaal geen probleem. Ik ben gewoon voor goed debat en dat het fel is. Wij vinden het helemaal niet erg, als het maar inderdaad op de bal is en niet op de man. En want dan ga je inderdaad te ver. Maar het is helemaal niet erg om scherp in debat te gaan. En ook niet via social media. Dat is, ja, we kunnen allemaal gebruik maken van dat kanaal. En dat kun je doen via je partij. Je kunt het doen via op persoonlijke titel. Dus allemaal is dat mogelijk. En dat is niet erg. En daar reageren mensen ook weer op. En er komen soms ook weer goede aanvullingen op. Ja, ik vind het helemaal niet erg als je in de gemeenteraad zit. Dan moet je gewoon verantwoording afleggen aan de bevolking. En als mensen je vragen stellen, en ook al is dat via social media. Ja, de een die reageert niet en de ander die geeft antwoord. Ja, dat is, dat is niet iedereen is dat eigen. In die zin wil ik wel graag op reageren, Chris, als je dat op die manier bedoelt. Ik vind wel, op het moment dat wij als raadleden
het debat hier moeten voeren. En ik vind niet dat wij onderling via Twitter of andere sociale media onderling het debat moeten voeren. Dat wij het debat voeren met onze inwoners, prima, daar ben ik met Marcus eens. Maar als je bedoelt inderdaad dat wij buiten de straat om elkaar de les gaan leren, lezen, noem het dan maar even zo, dan vind ik dan gaan we stap te ver, maar dat zou ik niet moeten willen. Nee, maar je ontkomt er toch niet aan als je dit soort berichtgeving volgt. En nogmaals, dan kijk ik niemand aan van deze groep, maar ook ex-raadsleden bemoeien zich vaak met de debatten die hier in de Raad plaatsgevonden hebben en later nog vervolgd worden via Twitter. En daar zitten in mijn beleving, en ik hoor graag hoe jullie erover denken, de inwoners niet op te wachten. Nou, ik heb mijn microfoon aangezet. Het gaat om de profielschets. Dan laat ik één verrassing vertellen, ook tegen de mensen die luisteren. Over deze procedure zult u op Twitter, nog andere social media, ook van deze mensen, helemaal niets horen. Dus over de profielschets en over de procedure, daar zijn wij uiterst terughoudend op die belofte die doe ik als voorzitter. En anders dan spreek je met mij op aan, daar zien we niks van op Twitter. Als het gaat om de politieke statements die gemaakt worden, als de reactie die gegeven worden, nou, laat ik het, als ik voor mezelf spreek, hè, ik Twitter ook, ik heb ook Facebook en ik heb ook LinkedIn. Als je mensen op de tenen gaat staan, bewust op social media, en je krijgt een reactie, laat dat dan niet ontaarden in het vuur. Dat wil ik ervan zeggen. Ja, klopt. Maar het valt wel onder, in mijn beleving, onder de profielschets, omdat we het hebben over het klimaat van de politiek die in een rustige vaarwater is gekomen. Dus vandaar dat ik de vrijheid heb genomen om dat eventjes aan de orde te stellen. Want ik word ermee geconfronteerd, ik zie het. En ik niet alleen. Ja, ik wil er best een keer apart met je over hebben. Nee, tijdens een reguliere uitzending, want ik vind het punt op zich, ik snap wat je bedoelt. Ik denk wel dat het losstaat van de verhaal waar we hier nu voor zitten, maar je hebt wel een punt. Ja. Ik denk alleen, we kunnen mensen niet ontzeggen om een eigen visie te vertellen. Nee. Wat voor achtergrond ik heb. Dat bedoel ik ook niet. De ondernemers hebben ook meegedaan aan de burgerpeiling. En een van de kwaliteitseisen van de ondernemers was dat de nieuwe burgemeester een ervaren deskundige met kennis van zaken moest zijn in hun beleving. Denken jullie dat een ervaren deskundige met veel kennis van zaken ook gaat solliciteren op de baan van burgemeester in Twenteland? Dat mag ik hopen van wel in dit geval, want daar vragen we immers om. En dan hopen we dat mensen zich uitgenodigd voelen om op die oproep te solliciteren. En wij zullen wel wegen welke van de kandidaten dan het best bij ons past. Dus ik mag hopen dat hij of zij ook nu kijkt naar jouw uitzending en denkt van wat een mooie club, wat een mooie gemeente, daar wil ik graag werken. Dus dan ga je ervan uit dat er ook sollicitaties uit Twenteland komen, want deze uitzending wordt alleen in Twenteland uitgezonden. Ik hoor net dat het op Facebook werd ingestart, dus ik ga ervan uit dat worldwide is. En dat zelfs je hebt gelijk, meneer Trump kan dat solliciteren. Ja. Terug in je mand, Chris. Dankjewel, Gejan. Stel nu eens dat er onder de sollicitanten geen kandidaten zitten die volledig voldoen aan de profielschets. Dat is een mogelijkheid die je niet, het is niet uit te sluiten. Wordt er dan door de commissie gemarchandeerd, en dat zeg ik een beetje zwart-wit, maar dat bedoel ik echt heel serieus, wordt er dan sommige kwaliteitseisen geschrapt en of komt er een hele nieuwe procedure? Dat lijkt mij een mooie procedurele vraag. De eerste selectie vindt plaats nadat de brieven zijn gestuurd door de commissaris. En de commissaris en zijn kabinetschef zullen exact kijken welke kandidaat bij welk profiel past. Daar maakt hij een briefing van en die briefing die deelt hij met ons. En zal ons vertellen, hij of zij heeft gesolliciteerd, dit weet ik van die kandidaat en dit past bij het profielschets. Op het moment dat er geen enkele bruikbare kandidaat heeft gesolliciteerd die past bij de profielschets, vindt dat gesprek plaats met de commissaris. En daar zullen we dan ook de procedure opnieuw aan de orde stellen. Zitten we in het vervolg van de procedure en wij komen tot de conclusie dat de doorgeselecteerde kandidaten toch niet goed bij ons passen,
Dan zullen we opnieuw naar de commissaris gaan en tegen de commissaris zeggen: commissaris, we hebben een aantal mensen gesproken, maar wij willen u vragen om de procedure opnieuw open te stellen voor ons. En daarmee sluit dan de procedure. En dan is eventueel de bereidheid van de huidige waarnemer en burgemeester te bespreken om dan nog even na 1 april aan te blijven. Ja, dat is aan de commissaris en, ja. om haar dat dan te vragen. Ja. Dus dat weet ik niet, daar kan ik u hier niet op antwoorden. Goed. Nog iemand reageren hierop of was het duidelijk? Goed. Er hebben 703 inwoners meegedaan aan de peiling die is uitgezet. En dat is 2,7% van de inwoners van Twenterand. En dat komt neer op 2% van de kiesgerechtigden. Een percentage dat tijdens gemeenteraadsvergadering goed is voor 1 raadszetel, om en nabij. Wat is de waarde van deze inbreng geweest op de profielschets? En waaraan ligt het in jullie beleving dat er toch relatief weinig mensen hebben gereageerd? En ook las ik in de stukken dat het ook voor de mensen die de enquête hebben uitgezet toch een teleurstellend resultaat is geweest. Ja, Jan, ik heb jou nog niet gehoord. Misschien is het wel mooi dat jij deze vraag hebt beantwoord. Ik doe een poging. Ik denk dat we blij mogen zijn met de mensen die hebben gereageerd. De commissie is aan de gang gegaan en ook goed verhaal neergelegd, maar ook de burger en de bedrijven erbij betrokken. En het is ook goed te zien, dat kun je ook lezen, dat er niet zulke grote verschillen zijn dat wij geconstateerd hebben en vastgesteld hebben en wat uitgezet is. En die inkomsten, ik denk, hoe klein of hoe groot ze ook zijn, dat dat altijd waardevol is. Al komt er ook maar 1 reactie. Ja, ik reageer op wat in de stukken staat, dat men vindt dat het teleurstellend is. Dus vandaar de vraag. Jan? Wie is men? Want ik heb daar een andere beleving bij. Want volgens mij was de eerste opkomst toch, die kun je laag noemen, maar het was al groter dan dit soort dingen. Ja, dubbele van Wierden bijvoorbeeld en groter dan de elders. Het staat echt in de stukken die aangeleverd zijn, bij de stukken die hier als onderliggende stukken bij de besluitvorming zitten. Nou ja, iedereen heeft de kans om mee te praten daarover. En je hebt natuurlijk een heel groot deel van de bevolking. Het is gewoon een vraag die ik zo. Ik probeer antwoord te geven, ja. Als je me dan. Maar ik denk dat de mensen die hier graag betrokken bij willen zijn en die daar een mening over hebben, of die daar een gevoel bij hebben van laat ik ze die tip geven, die hebben gereageerd. En dat hebben we meegenomen. Ja. Nog mensen die daarop willen reageren? Nou ja, kijk. Als we de 1000 meer hadden gehad, dan had het beeld hetzelfde gebleven. En dat is eigenlijk wat Jan Jonker net zei. Ja, okay. Dus er zit wel een duidelijke gemene delen bij. En wat ik wel goed vind, is dat de fractievoorzitters van de verschillende partijen wat heel hebben goed aangevoeld wat het ongeveer zou worden. Want het was gewoon een bevestiging. Ja. En wat ik wel goed vind, is dat nu ook de ondernemers, daar is heel nadrukkelijk over gepraat, die moeten we nu ook gewoon eens de mening vragen. Wat willen jullie eigenlijk? En dan zie je toch wel, dat zit toch wel iets extra's toevoegen over de deskundigheid en de daadkracht. Okay. Aanvullend daarop. Kijk, waar het mee begint is dat. Wacht even, maar. Ik zal hem uitdoen naar Stefan en dan kun jij antwoorden. Nu? Ja, ik hoor mezelf. Ik denk ook wat belangrijk is, het zit nog een stap daarvoor. Hè? Namelijk dat wij als raad en vertrouwenscommissie met elkaar hebben gezegd. Wij willen die inwoner in de gelegenheid stellen om kenbaar te maken wie is onze burgemeester of hoe moet onze burgemeester eruit zien. Daar begint het mee, want we hadden dat ook niet helemaal niet hoeven te doen. Dus het feit dat wij zeggen van wij vinden het van belang dat anderen kunnen laten weten waar een burgemeester aan zou moeten voldoen en dat zij een inbreng op kunnen hebben, daar begint het mee. En dan vervolgens hebben mensen de gelegenheid om te reageren. En ja, 700 kun je weinig vinden. Tegelijkertijd. Ja, ik vind dat niet weinig. Nee, het staat in de stukken. Nee, maar je moet even ook kijken van hoeveel mensen kijken er bijvoorbeeld rechtstreeks naar een uitzending van Delta FM als het gaat om die raadsvergadering. Zijn dat ook 700? Of zijn dat de 1400? Of zijn dat ook misschien wel de kiesdrempel, of hoe dat een aantal duizenden tegelijkertijd. Dus het gaat om de betrokkenheid en de mensen die zich betrokken voelen hebben gereageerd. En ik denk dat we dat ook hebben gewaardeerd. En vandaar dat we ook alle stukken die erbij horen hebben toegevoegd. Zodat een kandidaat zich ook een beeld kan vormen welke input mensen hebben geleverd, ja, en met welke opmerkingen. En ik denk dat het een goed beeld geeft van hoe het leeft in de raad
En ook een goed beeld geeft van wat er in de samenleving leeft. En ik denk dat dat een heel mooi resultaat is. En over het aantal kun je het met elkaar hebben. Oké. Nogmaals. Ik heb niet gezegd dat het teleurstellend aantal is. Het staat echt in de stukken en daar houd ik mij aan vast. En daar reageer ik op en vandaar dat ik die vraag aan jullie stel. En die hebben jullie netjes beantwoord. Ik kan niet anders zeggen. Maar laten we het daar dan echt bij houden. Wat voor ons bonus is, en als je de bijlagen bekijkt, we hebben een aantal vragen gesteld, maar ook een aantal open vragen gesteld. En wat ik mooi vond om te lezen, als wij de vraag stellen aan de burger of inwoner, waar neem je onze burgemeester mee naartoe en waarom? Nou, naast dat dat voor de profielschets heel erg interessant is geweest, is het ook nog eens een keer voor alle politieke partijen een hele mooie bonus geweest. En daar dank ik de inwoners en de ondernemers voor. Dat halen we zomaar even op door te enquêteren. En dan maakt het ook niet uit. Je ziet een hele grote gemeenschappelijke delen qua onderwerpen. Nou, dat bevestigt ook voor de nieuwe burgemeester. Waar leeft hij nu? En waar hebben we nog een taak te liggen? En dat is uiteindelijk het meest bruikbare van de enquête geweest. En dan is 703... Ja, heeft voor mij wel waarde. Heeft zeker meer waarde. Nee, anders dan die 2,7%. Ja, nee. Als voorzitter ben ik blij dat we dit gedaan hebben. Echt. Ja. Goed. Een van de belangrijkste eisen waaraan onze nieuwe burgemeester moet voldoen volgens die peiling, is dat de man of vrouw eerlijk en betrouwbaar moet zijn. Dat stond op nummer 1 van de kwaliteitseisen. Dat zou toch eigenlijk, heren, een vanzelfsprekendheid moeten zijn. En wie wil daar dan op reageren? Dat klopt, maar goed, daarom staat je op 1. Maar dat is een basisbegrip van iedereen. Voelen jullie je, want dat heeft ook met de lokale politiek te maken, voelen jullie je aangesproken dat inwoners, ook al zijn het dan 703, waarvan jullie net zeggen, nee, dat geeft echt een goed beeld van hoe mensen over ons denken. Is dat dan hoe men tegen jullie aankijkt? Nou, nee, maar volgens mij zijn Marcus er net al. Kijk, als je kijkt naar de input van de inwoners en van de ondernemers, kan me bijna 90% overeen met degene wat wij ook al zelf hadden gedaan. Hè. In het voortraject werden zelf ook een overzicht gemaakt van de dingen die wij belangrijk vonden. En daar paste dit onderwerp ook gewoon bij, want dat vinden wij ook een van de belangrijkste dingen. Want dat is wel de basis van de dingen. Ja, kijk, als je daar al niet al voldoet, dan moet je gewoon stoppen. Ja. Dus ik wil, je hebt gezegd inderdaad, dat is vanzelfsprekend. Maar dat moet je dus wel, op het moment dat je dus met iemand in gesprek gaat, moet je dat ook inderdaad wel waar kunnen maken. Dus als je het dus niet noemt, dan ga je er maar vanzelf spreken dat het ook zo is. Ja. Dus dat zou je in ieder geval moeten toetsen. Dan komen we naadloos bij de volgende vraag. Want dan, we hebben het over de integriteit van een kandidaat. Hoe wordt de integriteit van een kandidaat beoordeeld? Want in de praktijk blijkt dat een verklaring omtrent goed gedrag eigenlijk niet meer voldoende is. Wordt daar nog extra onderzocht en kunnen jullie daar iets over zeggen? En wie wil daar dan iets over zeggen? Omdat het weer een stuk onderdeel van de procedure is, daar zal ik op antwoorden. Een onderdeel van de procedure is dat ook die voorkant ontzettend scherp en goed gedaan wordt op het moment dat een kandidaat solliciteert. Dat hoeven wij niet te doen, dat wordt voor ons gedaan. En wij mogen erop vertrouwen, gezien de kanalen die de commissaris tot zijn of haar beschikking heeft, dat die vele malen fijnmaziger zijn dan wij soms denken. En heeft ook toegang tot justitiële informatiebronnen en kanalen. Waardoor wij er zeker van mogen zijn dat op het gebied van integriteit dat onderdeel door hem voor ons al geborgd is. Ja. Dat iemand nog op reageren of zijn het daar jullie het helemaal over eens? Het is 9:55. Ik weet dat een van ons om 9:30 weg moet. Ik leg de vraag hier even neer. Zijn er nog zaken die jullie met de inwoners willen delen over deze procedure? Nou, niet over de procedure, maar ik denk dat het belangrijk is dat de vertrouwenscommissie, alle fractievoorzitters, een heel duidelijk beeld hebben waar we naar op zoek zijn. En we hebben vooral naar de inwoners en ondernemers gekeken. Niet naar allemaal visies van hoe het allemaal in de verte moet, maar gewoon heel simpel, pragmatisch. Het woord kwam vanavond al voor. We hebben het bewust genoemd. Ik denk dat daar gewoon behoefte aan is. Die armen om de schouder, de burgervader, burgermoeder, die term is allemaal genoemd. Dat vonden wij gewoon heel belangrijk.
Ja, en dat, ik denk dat dat heel goed gelukt is. Ja, dat is zeker heel goed gelukt, want de commissaris ging daar nog extra op in. En kennelijk is dat toch wat anders dan dat hij gewend is in de procedure tegen te komen. Dus wat dat betreft is Twente Rand wel onderscheidend. Ja. En ik hoop dat het gaat lukken en dat we binnen de periode die ervoor staat een goede opvolger krijgen van Annelies van der Kolk. Ik dank jullie dat jullie na toch wel een lange avond om 7 uur begonnen. Kijk nu, nou ja, het valt nog mee, hè. Jullie zijn langer gewend de laatste tijd. Dat jullie aanwezig willen zijn. Ik hoop dat je nog een paar minuutjes wilt blijven zitten, want ik heb mijn afsluiting te maken, meneer Smelt. Ja. Bedankt, heb ik al gezegd, voor de bereidheid om aan te schuiven. Ik dank ook de heren van de techniek die in deze raadzaal met 3 camera's en 3 personen aanwezig zijn. Ik wil met name Henry nog even apart bedanken voor het maken van de opnames en de sfeerimpressie die hij vervolgens gemaakt heeft van de radenbijeenkomst. Wij hebben daar als Delta redelijk wat complimenten voor gekregen en ik wil dat ook even in het openbaar richting Henry doorgeven. Hij heeft een goed stuk werk geleverd en de uitzending is nog steeds terug te kijken via het YouTube-kanaal van Delta Media Groep. Ik wil met name ook de bodes bedanken. Ze zijn hier dan wel niet. En 1 ding hebben ze niet gedaan. Ze zouden zorgen voor wat hapjes. Maar misschien dat ze buiten nog aanwezig zijn. Maar ze hebben even gewacht met het afbreken van de geluidsapparatuur, zodat wij er gebruik van konden maken. En ik heb ook nog wat gemeentelijke informatie met u te delen. 5 oktober is de open dag van het Zonnepark Oosterweilanden. U moet uw kaplaarzen, of ik weet niet, heet dat kaplaarzen ook in Twente? Ja, de kaplaarzen moet u meenemen, want de grond is wat drassig, maar het is zeker interessant. Er is een netwerkbijeenkomst voor professionals over personeelsontwikkeling en arbeidsmarkt. Dat is op dinsdag 8 oktober. En u kunt die informatie vinden op de site van de gemeente. P10 Parels, maar dat is inmiddels P20 Parels, want er zijn meer gemeenten bij aangesloten. U kunt €2500 winnen. Dus ik zou zeggen, ga er naartoe. Ook www.twenterand.nl/nieuws. En de openbare raadsdebatten zijn weer op 15 oktober. Onze volgende uitzending is op 17 oktober en weer gewoon vanuit de studio in Vroomshoop. En ook weer op het gebruikelijke tijdstip van 7 uur. Helaas zijn deze fractievoorzitters dan verhinderd om te komen, omdat zij op deze avond worden bijgepraat over Soweco, een onderwerp waar het laatste woord politiek zeker nog niet over gesproken is. Jammer dat wij daar overigens niet bij kunnen zijn. Want de raadsleden van Twente Rand kunnen daar namelijk ook in gesprek met de eigen wethouder over dit onderwerp. Politieke Stem op Delta FM is van mening dat de media daar aanwezig moeten kunnen zijn. Maar kennelijk wordt deze gedachte niet door iedereen gedeeld. Als raadsleden over dit onderwerp met de eigen wethouder in gesprek gaan, hoort dit wat ons betreft in de volledige openbaarheid te gebeuren. En dus op een manier waarop de media hier ook zoals gebruikelijk vervolgens verslag van kunnen doen. Kijkers, politiek is niet alles. En alles is niet politiek. Maar toch slagen we er steeds weer in er een uitzending over te maken. Bedankt voor uw aandacht. Op dit ongebruikelijke tijdstip, 17 oktober, zijn wij in ieder geval weer terug met onze uitzending op het gebruikelijke tijdstip, zoals ik gezegd heb. En natuurlijk hebben we wel een paar interessante gasten. Dank u voor uw aandacht en ik wens u nog een fijne avond. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twente Rander.